Beste studenten, de juni-examenzietheid is momenteel ongeveer half weg. En ik weet dat er in deze periode heel veel op jullie afkomt. Ik wil jullie dan ook graag aanzetten om door te zetten en mocht die gedachten al eens opkomen, zeker niet op te geven, we weten het heel veel is anders dan anders. Jullie leggen al eens een examen online af of op een totaal nieuwe locatie. Denk aan de Ancienne Belgique of de Brabanthal Voetbalclub OHL Kinepolis, Expo in Kortrijk... Niemand, maar dan ook niemand, heeft jullie dat al voorgedaan. Examens vinden al eens plaats op heel ongewone tijdstippen, zoals een zondag. En altijd met diezelfde set van heel strikte voorschriften. Een mondmasker op, uh, ontsmettende gel binnen handbereik. En ik weet het, dat is op zijn minst vreemd en allemaal niet zo simpel. In elk geval, ik hoop dat jullie toch wat steun vinden in de keuze die we gemaakt hebben om zoveel mogelijk van die examens op de campus zelf te organiseren. Een van de elementen die meegespeeld heeft, is dat we jullie de kans terug wilden geven om toch heel even te connecteren met dat vertrouwde netwerk van medestudenten en vrienden. Ik hoop dat dat steun geeft. In elk geval, ik zie op het terrein, in de aula's, jullie enorme focus, veel gedrevenheid, heel veel discipline ook. Uh, veel flexibiliteit, veerkracht, uh, jullie veerkracht om met dat nieuwe normaal om te gaan. Inderdaad, af en toe wat kwaadheid voor wat al eens fout loopt, ongetwijfeld maar ook heel veel respect en dankbaarheid voor de haalbare oplossingen die zoveel medewerkers van KU Leuven hebben uitgewerkt en dat stelt me gerust. Wij kijken intussen al wat verder en ik neem u graag heel even mee. Wij kijken al hoopvol uit naar volgend academiejaar. En zoals ik jullie eerder al schreef, we zullen op de campus organiseren wat we op de campus kunnen organiseren. We geven prioriteit aan veiligheid, maar we willen jullie in elk geval dat rijke campusleven teruggeven en Inderdaad, laten genieten van het leven. en daar hoort ook op tijd en stond een terrasje bij. Jullie beleven dat deze mooie warme zomerdagen ongetwijfeld ook. Het leven mag, het leven moet jullie blijven toelachen, ook deze weken. Een ander punt, we denken ook aan wie dit Academiaar afstudeert. Afstuderen is een mijlpaal en mijlpalen vragen altijd om rituelen. Een proclamatie is van rituelen. Wie in 2020 afstudeert, zal in september die feestelijke en veilige proclamatie beleven op onze campus. Ja, een perspectief dat hopelijk ook de volgende weken een verschil kan maken. Goed, het is uh, voor jullie nog even doorzetten, voor ons ook. Ik zou zeggen, hou vol. Komt er ineens te veel op je af? Aarzel dan niet. Zoek steun bij je faculteit, bij je studiebegeleider, je familie, je netwerk, je medestudenten. En zoals ik vroeger al aangaf, wees mild voor jezelf, maar zorg ook goed voor elkaar. We gaan er samen voor. Samen erdoor, ook die volgende weken, take care.